Welkom allemaal bij jullie weekend reading voor 29 en 30 juli 2023. We gaan weer kijken welke boodschappen we allemaal mogen ontvangen. Ja, het weekend begint morgen al. We hebben hier onder op het dek een jongere vrouw. En ja, ik blijf het herhalen. Neem alleen datgene mee wat resoneert. Dat kan niet voor iedereen resoneren. Dat is een algemene reading voor een collectief. Dus ja, het kan één boodschap zijn, twee boodschappen, meerdere. Maar het kan ook gewoon een reading zijn voor iemand anders. Dus laat het dan ook achterwege. We hebben een jongere vrouw. Dealings or relationships with a younger woman. Dus het aankomende weekend kan je relatie met een jongere vrouw belangrijk zijn. Of een jongere vrouw, ja, kan een rol spelen het aankomende weekend. Want we hebben allemaal natuurlijk wel te maken met een jongere vrouw. Maar dit is ja, specifiek voor het aankomende weekend. Dus laat me weten als het resoneert. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het aankomende weekend 29 en 30 juli, universum. Wat zijn de boodschappen? Wat mogen we meenemen? Welke inzichten voor het aankomende weekend 29 en 30 juli 2023? Drie kaarten alsjeblieft voor het aankomende weekend. Drie kaarten voor het aankomende weekend 29 en 30 juli 2023. Welke boodschap universum mogen wij ontvangen? Drie kaarten en graag een heldere, duidelijke boodschap. Dank u wel. We hebben een aas hier. Een vulture. Tenminste, ik dacht dat het een aas hier is. Depressie, stress, je zorgen maken dat iemand tegen je is. Je maakt je wellicht zorgen dat iemand tegen je is. Ja, dat is niet zo'n hele fijne energie. Zorgen maken, gestrest zijn, onrust. En we hebben de quill, de veer. Get back to the basics. Dus het kan te maken hebben met de basis van een situatie. Ga terug naar de basis. Maar het kan ook te maken hebben met jezelf aarden, jezelf gronden. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Nog een kaart voor de aankomende weekend. 29 en 30 juli 2023. Nog één kaart alsjeblieft voor de aankomende weekend. Eén kaart voor het aankomende weekend. 29 en 30 juli. Wat is de energie? Welke boodschap mogen wij nog meenemen? Een hooistapel. Karma. Je zult oogsten wat je gezaaid hebt. Je zult oogsten wat je gezaaid hebt. En onder op het dek hebben we grote zorgen over niets. En dat hebben we hier met die vulture. Je zorgen maken dat iemand tegen je is, maar dit is dus onnodig zorgen maken. Dus je maakt je onnodig erg veel zorgen. Onder op het dek van de volgende stapel hebben we hier een kalkoen. Iemand gedraagt zich stom. Iemand gedraagt zich stom het aankomende weekend. Wat mogen we nog meer ontvangen? Universum, 29 en 30 juli. 29 en 30 juli. 2023, wat zijn de boodschappen voor het aankomende weekend? Ook drie kaarten. Drie kaarten alsjeblieft, universum, voor het aankomende weekend. Welke inzichten, boodschappen mogen we meenemen? Dank u wel. Nog één kaart voor het aankomende weekend. Nog één kaart alsjeblieft. Zijn er te veel? Eén kaart. Ja, dank u wel. We hebben een target, een doelgerichte persoonlijkheid. Iemand die heel doelgericht is. Maar we hebben met die kaart iemand gedraagt zich stom die we net zagen. En dan die target. En dan krijg ik intuïtief inderdaad een boodschap door van... Ja, iemand gedraagt zich stom. Iemand maakt jou misschien het doel. En dan bedoel ik inderdaad misschien vervelende opmerkingen die er komen van iemand. Waardoor je misschien het gevoel hebt dat deze persoon tegen je is. Maar
ja, er zal een andere reden zijn. Iemand gedraagt zich gewoon stom in deze situatie. En het kunnen stomme grapjes zijn of iets. Ja, zoiets, zo'n energie voel ik. We hebben hier excitement met een firecracker. Dus een opwinding. Maar dit kan ook jezelf opwinden zijn. Over een situatie. En dan hebben we de boot. Geld of eigendom door een erfenis. Iets wat je wint. Of een geluk. Dus dit is heel positief. Er kan geld naar je toe komen. En voor sommigen van jullie ja, heeft het letterlijk te maken met een erfenis. Iets, een nalatenschap. Of iets wat je gaat winnen. Met de boot. Er komt iets positiefs binnen. En onder op het dek hebben we een nieuwe baan of een nieuwe carrière. Ja, kijk, en daaronder ligt nogmaals carrière. Dus een nieuwe baan of een nieuwe carrière kan belangrijk zijn. Of je kunt daar wellicht nieuws over ontvangen in het aankomende weekend. En ik ga het orakel van de maan schudden. Ik heb de originele kaarten gekocht. En dat zijn hele grote kaarten. Dus ik moet weer even wennen met schudden. En in het Nederlands. Dus we gaan kijken wat mag er uitkomen, universum. Voor het aankomende weekend. 29 en 30 juli 2023. Wat zijn de boodschappen voor het aankomende weekend? Wat zijn de boodschappen voor het aankomende weekend? 29 en 30 juli. Eerste kaart. Alles begint met communicatie. Alles begint met communicatie. Dus communicatie is heel erg belangrijk. En er kan dus wat, er kunnen dus wat conflicten of zo ontstaan het aankomende weekend door communicatie. Doordat iemand zich stom gedraagt. Iemand heeft misschien op je gemunt, zeg maar, door vervelende opmerkingen, zoals ik zei, is natuurlijk ook communicatie. En dan hebben we hier, wees doortastend en zet de eerste stap. Als het gaat over liefde. Het kan ook voor sommigen van jullie zijn, na het voorschudden van de tarotdecks, dat je iemand tegenkomt. En alles begint met communicatie. Dus wees doortastend en zet de eerste stap. We hebben hier niets staat al vast. Als derde kaart. Niets staat al vast. En onder op het dek hebben we je geliefde en jij zijn veilig. Je geliefde en jij zijn veilig. Dus ja, probeer je niet al te veel onnodige zorgen te maken met die vulture. Ik ga het sterrenlicht orakel voor jullie schudden. We gaan kijken, wat is de boodschap universum voor de aankomende weekend? 29, 30 juli 2023. Kom in mijn armen, is de boodschap. Wauw. Overgeven, tegenstellingen en uitersten. Kom in mijn armen. Ik leg hem hier neer. Ik ga de boodschap erbij nemen. In ieder geval de belangrijkste boodschap die hierbij hoort. Kom in mijn armen. De grote moeder leidde je bij je eerste ademhaling het leven in. En ze zal er ook zijn bij je laatste ademhaling. Ze weet hoe uitdagend het leven kan zijn. Dat je als mens alleen kan zijn en je verward kunt voelen. Dat tegenstellingen en scheidingen ondraaglijk kunnen zijn wanneer je denkt aan het één zijn met de bron. Maar tegelijkertijd kan het je ook een ongelooflijk goed gevoel geven. Vaak zien we de dingen als goed of slecht. Als alles goed gaat, denken we dat we worden beloond. En als iets slecht gaat, denken we dat we iets verkeerds hebben gedaan. Maar we zijn allemaal hier om ons te ontwikkelen en te groeien. En dat doen we via de extreme van het leven. Je wordt nu uitgenodigd om de hoogte en dieptepunten van de mens te ondervinden. Om je meer bewust te worden van het leven. De zielenstrijd en de verrukking. Zoet en zuur. Het leven is maar een ademhaling in de oneenigheid van de zielservaring. De grote moeder wil dat je eenzaamheid, je zorgen, je pijn en verdriet, je angst, zorgen en twijfels aan haar overgeeft. Ja, en dat hebben we dus hier. Die angsten, zorgen maken.
Leg ze op haar altaar. Kom in haar armen en bedenk dat wanneer het extreme moeilijk kan zijn, het ook heel mooi kan zijn. Hoe meer je leven op en neer gaat, des te beter kun je zeggen dat je echt hebt geleefd. De zielenvraag bij deze kaart is, hou de kaart bij je hart en fluister het volgende. Ik ben bereid de uiterste in mijn leven te omarmen. Ik leg alles neer op het altaar van de grote moeder en vertrouw me helemaal aan haar toe. Dus ben bereid om de uiterste in je leven te omarmen. Een hele diepe boodschap voor het aankomende weekend. Onder op het dek van de Influences of the Angels Tarot hebben we hier de Koning van Kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Het kan zijn dat je een van deze sterrenbeelden hebt of je hebt te maken met iemand met een van deze sterrenbeelden of de energie. En dit is iemand die in zijn kracht staat, net zoals alle koningen. Iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft, deze Koning van Kelken. Wat het nodige heeft meegemaakt op emotioneel vlak en daardoor echt emotioneel gegroeid is, volwassen is. Iemand die een gevoelsmens, een mensenmens. Iemand die heel behulpzaam, begripvol is. En ook iemand die heel veel liefde te geven heeft, deze Koning van Kelken. En dit kan jouw gevoel zijn. Je kunt heel veel liefde voelen voor iemand. Of iemand voelt heel veel liefde voor jou. We gaan het zien. Wat is de boodschap, universum, voor het aankomende weekend? Oh, we hebben meteen 3 kaarten. Dus we gaan kijken. We hebben de krachtkaart. Leeuwenergie. We hebben de ridder van pentakels, stiermaagd, steenbok. En we hebben de kelken 5. Ja, dit is een energie van teleurstelling, van verdrietig zijn, je down voelen. De situatie kost je heel veel kracht. Het kost je misschien ook heel veel kracht om je innerlijke beest te temmen. En dit kan zeker het geval zijn als iemand zich stom gedraagt en je denkt, ik hou me in met die krachtkaart. Maar je voelt een gevoel van, down voelen. Dit is normaliter over iets in het verleden. Met de kelken 5 vast blijven houden aan iets uit het verleden. Iets brengt je nog steeds dat, nare gevoel. Onder op het dek hebben we de keizer. Ram-energie. Een sterk vuur, ram, leeuw, stiermaag, steenbok. En ik zie de zwaarde 5 onder de keizer liggen. Dus het kan te maken hebben met een verlies. Ik zag de zwaarde 10 net onder op het dek. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met het verlies van een vaderfiguur. De keizer. De krachtkaart. We hadden ook die kaart van er komt iets binnen wat geld of eigendom wat te maken heeft met een erfenis. Sommigen van jullie hebben dus te maken met een situatie waarbij je iemand hebt verloren. Een vaderfiguur waar je nog steeds in je verdriet zit. En het kan te maken hebben met de verdeling van dingen. Ridder van pentakels heeft te maken met datgene wat tastbaar is, met geldzaken. Eigendommen, Dan hebben we hieronder op het dek van de Golden Tarot de aas van staven. Als je inderdaad het weekend iets gaat doen, iets leuks gaat doen, het kan ook zo zijn dat je terughoudend bent. Met de krachtkaart. Dit is diplomatiek zijn, terughoudendheid, je innerlijke beest stemmen. Iets heel langzaam, stap voor stap willen doen met de ridder van pentakels. En het heeft te maken met nog vasthouden aan iets. Waarom ligt hier die keizer? De keizer. Waarom ligt hier de keizer onder op het dek?
Iemand die de controle neemt, de leiding neemt. Het kan iemand zijn die een belangrijke baan heeft, werkt voor autoriteiten. Een baan heeft waarbij er uniform gedragen wordt. Het kan staan voor een arts, het kan staan voor ja, een hoge militaire rang. Een hoge functie, iemand die, ja, waar mensen naar luisteren. Iemand van wie mensen advies aannemen. Waarom ligt hier die keizer? Waarom ligt hier de keizer? Als algemene energie. We hebben hier wees doortasten en zet de eerste stap. Neem de controle. Waarom ligt hier de keizer? Maar je kunt te maken hebben met iemand die heel dominant is. Aas van zwaarden. Het heeft te maken met iets wat duidelijk wordt of een beslissing die gemaakt wordt. Dit kan ook een beslissing zijn via het gerecht met de keizer. De keizer kan staan voor een rechter. Aas van zwaarden. Helderheid krijgen, communicatie over een beslissing die er gemaakt wordt. Oeh. De keizer. Te veel kaarten, universum. 1 kaart nog voor de keizer. De keizer. De dwaas. Ramenergie weer. Dus heel sterk ramenergie. En dit is iemand, ja, iemand gedraagt zich stom, hè. Dit is de dwaas. Dus het kan iemand zijn die zich als een dwaas gedraagt. Iemand die niet nadenkt over de gevolgen. Iemand die gewoon iets zegt met die aas van zwaarden. Of iets doet zonder na te denken over de gevolgen. Iemand die een risico neemt. En dit kan ook je eigen energie zijn, hè. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? De aas van zwaarden. En ik heb het gevoel dat dit iemand is waar je niet zomaar tegenin durft te gaan. Je het gevoel hebt van ja, ik kan me beter rustig houden met die krachtkaart. Mijn boosheid of mijn teleurstelling ja, onder controle houden. Weer de koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. En de koning van pentakels hebben we onder op het dek. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? De maan. Intuïtie, diepe emoties, angsten. De magier hebben we onder op het dek. Iemand, ook weer iemand die de controle neemt. Iemand die iets creëert. Iemand die precies weet waar hij mee bezig is. Ja, strategisch. Waarom ligt hier de dwaas? De maan staat voor iets is niet wat het lijkt. Er kunnen dingen achtergehouden worden, maar dit is ook die energie van emoties, stress. Dus waar je je zorgen over maakt, die we hier hebben liggen, die depressie, je zorgen maken met de kelken 5, depressie. Dat heeft te maken met iets wat niet helder is. Ja, stress. Geen fijne energie. En het heeft te maken met iets wat gezegd wordt. Maar het kan ook zo zijn dat
datgene waar je zorgen over maakt, onnodig is, omdat er inderdaad in het aankomende weekend helderheid gaat komen met die aas van zwaarden. Waarom ligt hier de dwaas? Weer de krachtkaart. De kelkenaas. En de krachtkaart is ook een kaart van moed hebben, durven hebben, de eerste stap durven zetten. Je moet bij elkaar rapen om in het diepe te springen, om een bepaald risico te nemen. Met die dwaas wat we hier hebben. En we hebben een koningin van zwaarden, tweelingweegschaal waterman energie. Onder op het dek, en ik zag net onder op het dek de koning van pentakels, en we hebben hier de koningin van staven. Dit kan ook te maken hebben met inderdaad een risico nemen op het gebied van liefde, maar er is onzekerheid, er is angst, er is terughoudendheid. Maar iemand wil actie ondernemen, iemand wil communiceren, iemand wil helderheid brengen, iemand wil een risico nemen, de stap wagen in liefde. Waarom ligt hier die krachtkaart? Twee keer de krachtkaart, leeuwenergie. Pentakel 7. Je krijgt wat je verdient, je zult oogsten wat je gezaaid hebt. Dus dit is iemand waar een geschiedenis mee is, waar herinneringen mee zijn. Een situatie waar je in geïnvesteerd hebt met de pentakel 7. Je gaat, ik heb het gevoel dat er iemand waar je een connectie mee hebt al of hebt gehad. Op dit moment hoeft het wellicht niet zo te zijn. Maar er gaat iemand actie ondernemen, contact opnemen. Iemand wil een kans wagen. Er is sprake van onzekerheid. En dit kan ook jouw energie zijn. Dit kan iemand zijn die je in het verleden bijvoorbeeld afgewezen hebt. Maar ik heb het gevoel dat het iemand is die actie gaat ondernemen. Iemand die de leiding gaat nemen, de controle gaat nemen. Iemand die komt met communicatie. En dit kan te maken hebben met hele diepe emoties die deze persoon heeft. Maar deze persoon gaat zijn instinct volgen. Maar maakt zich wel zorgen. Deze koning van kelken. Er zijn zaadjes geplant. En iemand is al zijn moed aan het verzamelen om die kelken aas aan te bieden. En dit is iemand die van een fase van terughoudendheid actie gaat ondernemen. En jullie zitten klaar met het zwaard. Klaar voor communicatie. En dat heeft te maken met een waarheid. En dit is iemand waar je nogal koud. Je bent nogal koud ten aanzien van deze persoon. En dat heeft te maken met het feit dat iemand heel langzaam is. Een hele langzame energie met deze ridder van pentakels. Dit is iemand die je in het verleden misschien dingen beloofd heeft. En niet is nagekomen. Iemand die gezorgd heeft voor teleurstelling. Met die pentakel, met die kelken 5. En dit is waar je nog steeds aan vasthoudt. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? En dat kan iemand zijn binnen je familie. En dat kan dus een vaderfiguur zijn. Of andere familieleden. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? Maar dit kan ook iemand zijn waar je een connectie mee hebt. Een romantische connectie. Of hebt gehad. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? Pentakels 8. Iemand wil het werk stoppen in deze situatie. Iemand wil werken aan de situatie, maar een hele langzame energie. Iemand die heel lang nadenkt. En dit kan ook jouw energie zijn. Eerst observeren, een plan hebben, alvorens stappen vooruit te zetten. Maar ik heb het gevoel dat dit iemand is ook waar je mee te maken kan hebben. We hebben dus Ram, we hebben de koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. En met de maan hebben we ook heel sterk vissen, kreeft energie. En dan twee keer de krachtkaart, leeuw energie. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? En Ram energie twee keer. Waarom ligt hier de ridder van pentakels?
De Ridder van Pentakels. Universum, waarom ligt hier de Ridder van Pentakels? Deze persoon kan je in het verleden dingen hebben beloofd, niet zijn nagekomen met een reden. Er kan vertraging zijn geweest, waardoor de energie heel langzaam is. Ja, we hebben nog een kaart voor de Ridder van Pentakels. En weer de Kelken 5. Dus we hebben allemaal herhalende kaarten. Die krachtkaart. En dit kan ook jouw energie zijn. Met de krachtkaart. Met die koningin van zwaarden. Temmen van je innerlijke beest. Je rustig houden. Je terughoudend opstellen. Wel op een vriendelijke manier. Maar er is afstand. Kilte tussen beiden. Dus er is iets gebeurd. En ik heb het gevoel met die kaart. Je zult oogsten wat je gezaaid hebt. Dat deze persoon datgene wat hij in het verleden heeft uitgezonden. Nu van je terug gaat krijgen. Maar dit is iemand die spijt heeft met de Kelken 5. Iemand die spijt heeft dat hij niet gewerkt heeft aan deze situatie. Met de Pentakels 8. Kijk, deze persoon ziet je als een soulmate of als een match. Want we hebben de koning en de koningin van Kelken. Onder een bedekte koningin van Kelken. Dit is iemand die heel intuïtief is. Iemand die haar emoties volgt, haar hart volgt. En dit is iemand die jou zelf ook een gevoel van depressie, verdriet, teleurstelling heeft gebracht. Waarom ligt hier die Kelken 5 dubbel? De Kelken 5. De zegenwagen, wauw. En de Kelken 8. Ja. Wat iemand in het verleden bij jou heeft gedaan. Ik heb het gevoel dat de rollen nu omgedraaid zullen zijn. Kelken 8, je terugtrekken van een situatie die niet vervullend is, die geen voldoening geeft. Iets wat je niet gelukkig maakt. En het kan te maken hebben met een situatie binnen de familie, maar het kan ook te maken hebben met een persoon op romantisch gebied. Of in ieder geval iemand die in het verleden iets heeft beloofd, wat zou kunnen leiden tot stabiliteit. En er is niets van gekomen. Er is een reden dat je als een koningin van zwaarden hier met je zwaard rechtop zit. Klaar om een beslissing te maken. Je wil de feiten horen van een situatie. En deze persoon wil zijn liefde aanbieden. Maar is onzeker, is bang, maakt zich zorgen. En kijk hoe het resoneert. Het kan ook jouw energie zijn. En dat jij inderdaad je kelk wil aanbieden aan iemand. Of wil komen met communicatie. Waarbij je inderdaad je moed aan het verzamelen bent om te communiceren naar deze persoon. En ik heb het gevoel dat deze persoon je nu gaat afwijzen met de Kelken 8. Weglopen van een teleurstelling. En volle vaart in een andere richting. Iemand neemt de controle. Met die koning, met die keizer wat we hier hebben liggen. Iemand laat zich niet controleren of iemand laat niet een ander de situatie controle hebben over een situatie. Iemand neemt de controle terug. En dit is inderdaad iemand die zelfverzekerd is. Iemand is ook heel volhardend in het behalen van de overwinning. En dit is inderdaad, de zegeningen komen binnen op het moment dat het balletje gaat rollen, dat je assertief bent, dat je moedig bent en die eerste stap durft te zetten. En dit heeft lange tijd gekost, maar ik zie dus inderdaad dat je een stap gaat zetten. En het kan ook te maken hebben met de eerste stap zetten richting iemand om iets goed te maken. Het kan jij zijn die gezorgd heeft voor teleurstelling.
of jij die iemand anders beschouwt als een gemiste kans en je wil actie ondernemen. Maar ik zie dus inderdaad iemand de moed bij elkaar rapen om actie te ondernemen. Dit kan letterlijk zo zijn dat je in de auto stapt en naar iemand toe gaat, omdat je die energie van teleurstelling achter je wil laten. Waarom ligt hier de zegenwagen? Dus het kan op verschillende manieren resoneren. Waarom ligt hier de zegenwagen? Als je te maken hebt met een vaderfiguur, of hoeft niet per se een vaderfiguur te zijn, iemand die heel koppig is, autoritair. Deze keer heb je het gevoel, ik ben niet de eerste die een stap gaat zetten. En als er geen stap gezet wordt van de ander, dan ga ik ervoor kiezen om een andere richting uit te gaan. Ik neem de controle. Maar met al die kaarten van de krachtkaart hier, moedig zijn. Je probeert je moed misschien bij elkaar te verzamelen om richting iemand te gaan. En dit is iets waar je over na hebt gedacht. Iets wat lange tijd heeft geduurd met die ridder van pentakels. Dit is je terugtrekken. Er heeft een periode geen communicatie plaatsgevonden. Waarom ligt hier de zegenwagen? En het is een situatie die je stress brengt, zorgen. En afhankelijk van welke persoon jij bent, degene die actie wil gaan ondernemen, de controle neemt. Of andersom, karma zal daar plaatsvinden. Hoe dan ook. Waarom ligt hier de zegenwagen? Schildknaap van zwaarden. Dus na een periode van geen communicatie en een periode van down voelen, teleurstelling, gaat er een zegen binnenkomen. En dit kan dus te maken hebben met het einde aan een periode van stilte. Iemand wil de situatie benaderen op een liefdevolle manier met de koningin van kelken. Iemand volgt zijn intuïtie. Er komt communicatie. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Waarom komt hier de schildknaap van zwaarden? Ja, dit kunnen dus ouders, kinderen, een situatie die met vader-zoon te maken heeft, of vader-dochter. En er kan een moeder zijn die hier ook in bemiddelt. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? De staven 10. Ja, een hele last die gedragen wordt. We hebben het rad van fortuin en de staven 9. Staven 9, staven 10 en het rad van fortuin. En daaronder hebben we dus de duivel. Steenbok energie. Met het rad van fortuin hebben we dus stier, leeuw, waterman, schorpioen. Ja, er komt communicatie binnen. De gewonde strijder, dit is een situatie of dit is een persoon of meerdere personen waar je al een heel pad mee hebt bewandeld. Al heel veel obstakels hebt moeten overwinnen, heel veel problemen, vol blijven houden. Ondanks dat je de persoon niet echt vertrouwt of de situatie niet vertrouwt. Dit is ook een energie van gestrest zijn, je muren omhoog hebben. Het gevoel hebben dat iemand tegen je is. En dat draag je als een zware last. Maar er gaat dus beweging komen in de situatie. Doordat er communicatie komt. Iemand heeft nagedacht. En met de duivelenergie, dat kan te maken hebben met ego. Het kan een ego kwestie zijn. Iemand moet zijn ego aan de kant zetten inderdaad. En de eerste stap zetten. Dus dat is wat ik voor jullie zie. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden.
En ja, persoonlijke reading, ik zit helemaal vol, ook de volgende week. En dan hebben we vakantie, dus je kunt wel een reading aanvragen. Maar dit zal dan pas na de vakantie worden, dus vanaf 14 augustus weer. Ik wens jullie ja, een heel mooi weekend toe. Geniet daarvan. En ja, laat het me in de reacties weten of het resoneert. Tot de volgende keer. Dag!